Kijk maar eens even. Mark, stel daar eens even. Je was van de week niet blij, maar nu ben je weer blij, toch? Een beetje. Even vertel eens even, want jullie hadden van alles gemaakt. Waaronder deze. We hebben een paar plantenbakjes gemaakt om het terras af te scheiden, zodat het een compartiment is. Dit is het terras wat we mogen zetten buiten op donderdag. Dat is 55% van onze normale capaciteit. En hopen we het mee te kunnen redden. Ja, dat doen jullie dan als EGL, want ik zie dat Brooklyn die gaat ook tot die punt. Plantenbakken ja, doen we het samen, één entree. Dan meld je eigen. En dan kan je naar je tafel worden gebracht, zodat de tafel schoon is. En kan je bestellen. We hebben een ingang en een uitgang gemaakt, waar je een rondje kan lopen. En we denken dat we daarmee voldoen aan de eisen. En leuk hoor, de lampjes, leuk. Thomas, hoe zit je er toch? Vertel eens over de rode oren, hoe is dat? Want zoveel nachtcafés hebben we niet. Nee, dat klopt. Maar zo groot zijn jullie ook niet, wat is het verhaal? Niks. Op 1 juni is voor mij gewoon niet haalbaar. Nee? Nee. Dus dat blijft gewoon voorlopig gesloten? Ja. Als je in zo'n kleine ruimte best wel wat mensen, wat ze zeggen maximaal 30 man op 1,5 meter. Nou ja, dat gaat niet te doen. Dus we zitten kijken, meten en tekenen. We zouden 500 kwijt kunnen. En hoe is dat dan voor jou als compagnon? Want ben jij een van de weinigen die niet open gaat maandag? Word je dan ingezet bij Timpaan? Of daar werk je natuurlijk eigenlijk niet? Nee, maar ik ben graag helpende hand, zeg maar. Ja, precies. Dus het gaat aan mijn hart. Misschien kan je af en toe een beetje saxofoon spelen? Ja, dat zou ook nog wel kunnen. Bijvoorbeeld, ja. Maar ik denk dat we eerst gewoon eens even kijken wat het maandag gaat doen. En ja, dan zullen we vast wel een plannetje beschrijven. Als je dan toch vrij bij zo waar dan een biertje doen maandag? Ja, eind van de middag dan ben ik Pieklijntje. Wel voor. Daar ben ik wel voor. Check. Hey, succes man. Is goed, dank je.